Ja. Hey beest. Ja, we moeten hier een beetje op gaan ruimen vandaag. Want het is hier een grote rotzooi. En hier moet ik ook mee verder. Maar eerst het gemeenteschilderij. Ik ben al een heel eind, dus de figuren die hierin voorkomen, dat moet natuurlijk een beetje kleurrijke figuren zijn. De deftige dame, de clown, de traditionele boer, de modedame. En daar staat nog de boze oude man. Je moet er ook echt in komen, daar ga ik vandaag mee bezig. Milotje, heb je geen zin? Jawel. Ga maar lekker naar binnen. Eerst heb ik nog een ander klusje. En dat moet vandaag ook gedaan worden. Good afternoon. Is this the home of Professor Noodle? It is. Well, we've come to sweep his chimney. Step this way. Nou is het zo dat het buiten niet zo heel lekker weer is. Dus ik heb weinig zin om het dak op te gaan. En de schoorsteen is zo gemaakt dat je hem in principe van binnenuit moet kunnen vegen. En dat ga ik nou proberen. Dus gaan we eerst eventjes de veger met de extensies wegleggen. Kacheltje aan de kant. De plaat weg. Deze zak had er omheen moeten zitten, maar die is dus losgeschoten. Maar met flexibele extensies kom je dat helemaal bovenin. En zo is de schoorsteen geveegd. Maar een bende. En daar heb ik een gelukkig en heel mooi stofzuigertje voor. Zelf vervaardigd voor dit soort klussen. Het is een haardstofzuiger. Elke andere stofzuiger gaat hierop kapot. Deze niet, want die heeft een speciale filter. Netjes schoongedweld en gepoetst. Een poes die het allemaal maar vreemd vindt, al die bedoelingen. Ja, best. Zo, het ziet er allemaal weer mooi netjes uit. Nou, ja, kan het kacheltje niet weer op zijn plek. Voor elkaar. Zo, kacheltje mooi opgepoetst. Nou, dat is toch weer helemaal goed. Nou, dit scheelt me dus een hele acrobatische tour met een ladder op het dak. En mijn kacheltje is ook gelijk eventjes weer opgefrist. En dit ging wel lekker zo. Er kwam toch nog een hele berg roet uitzetten. Dus het is toch wel een kwart zak vol. Zo'n vuilniszak, hè? Dat is best wel veel. Maar schoorsteen is schoon. Kunnen er weer een jaar tegen. Hij kan aangestoken worden. Dus laat de winter maar komen. Als ik lekker ga eten, heb ik altijd belangstelling voor mijn huisdier. Die zit dan altijd heel dicht bij me, want die vindt dat maar zo interessant, hè? Eten. Krijgt er helemaal niks te eten, hè? Nou, ter compensatie krijg jij een snoepje. Dat lust jij wel. Ja, die wil jij wel. Die snoepje. En nog een snoepje.
En nog een snoepje. Zo. Heb je er weer 3 gehad? Dan mag je er even mee doen. Hoi Poes. Ja. Rond 6:30 zit Poes bij haar eetbakjes. Want ze weet dat ze rond deze tijd iets lekkers krijgt. Hoe is dat? Hé beest. Een keer zo'n bordje maar even schoon gaan maken. Want daar moet het op komen. En vandaag is dat tonijn. Dat vindt ze helemaal heerlijk. Hé beest. Oh, nog even geduld. Ik ben nou je bordje aan het schoonmaken. Het is wel verwennerij. Maar ik weet dat ze het ontzettend lekker vindt. En elke avond is het voor Poes een beetje feest. Hé beest. Zo. Oh, lekker. Nou, de boze oude man staat er ook op. Nu komen er nog wat figuurtjes in de achtergrond. En voor de toren nog. De toren staat overigens scheef, dus je moet eerst recht geschilderd worden. En het begint langzamerhand een beetje te komen. Maar ik ben nog niet tevreden. Er moeten nog echt wel wat meer zwevende kiezers in de lucht zitten. En ik moet waken dat het er niet te veel worden. Best wel een balansklusje.